De wietrobot van Trabotix richt zich op onkruid dicht bij de plant. Primair is de robot ontwikkeld op het detecteren en bestrijden van onkruid in peen. De stereocamera's detecteren het onkruid en met een bewegende frees wordt het plantje van bovenaf weggefreesd. Met een wietcapaciteit van 360 meter per uur kan de robot 1 hectare bestrijken in 18 uur.